Breda Nu. Je weet het meteen. Katja Schuurman heeft haar eerste reisboek uitgebracht, getiteld Katja was hier. Ze kwam naar de Grand Theatre Boekhandel in Breda voor een signeersessie. Hoe was de trip hier naar Breda toe? Was het een beetje te doen of ben je een beetje klaar met reizen ondertussen? De reis naar Breda was prima te doen. Ik werd gereden door ontzettend vriendelijke dames van de uitgeverij. We hebben een beetje een soort van tour door Nederland gehad. Ik voelde me weer even een beetje terug in de tijd met Linda, Roos en Jessica. De weekenden door Nederland heen crossen. Ik vind het heel leuk. Mijn liefje komt uit Breda, dus ik kom hier vaker. Mooie stad, maar hier was ik nog niet geweest. Dit is wel echt een ongelooflijk mooie plek, zeg. Ja, het is een boek waarin ik bij de avonturen die ik heb meegemaakt op reis, zowel privé als voor mijn werk. Ik heb natuurlijk heel veel programma's gemaakt waarbij ik op reis ging. Ik zou het niet zozeer reisprogramma's noemen, maar dan denk ik toch meer aan programma's waarbij je zegt van, oh ja, dit is een heel mooi strand, dit is een heel leuk cocktailtentje, ook leuk. Maar ik heb meer programma's gemaakt waarbij ik die meer echt diep in de cultuur van een land doken voor Return to Sender. En er staan ook gewoon heel veel concrete tips in voor mensen. Dus sommige plekken weet ik zelf gewoon echt de leukste tentjes. En soms heb ik ook gevraagd aan, laat als voorbeeld Curaçao. Barry Hay woont bijvoorbeeld op Curaçao. En ja, ik ken niet alle recente goede adressen. Dus dat heb ik dan aan hem gevraagd. Of aan vrienden in New York of op Ibiza. Dus er staan heel veel goede concrete tips in. Maar het gaat ook wel over meer dan dat. Ik schrijf als het over Suriname gaat ook over het slavernijverleden. Ja, kijk, ik heb wel een boodschap waarin die, als het goed is, een beetje tussen de regels door meekrijgt. Maar in het voorwoord zit dat iets explicieter. En dat is dat je van reizen, dat reizen je leven wel verrijkt op een manier. Dat je ziet gewoon hoe verschillend je het leven kan leiden. En dat niet de manier waarop wij dat doen de enige is en de enige goede is. En ik heb het idee dat ik daar een rijker mens van ben geworden, inderdaad. Ja, ja, dat snap ik inderdaad wel. En hoe ben je nou eigenlijk op het idee gekomen om dat te combineren, het schrijven en het reizen samen? Ja, ik vond het eigenlijk wel. Ik vind schrijven heb ik altijd al wel leuk gevonden. Ik heb voor mezelf echt stapels met boekjes en multiblokken en volgeschreven. Maar niet zozeer als echt roman of als echte verhalen, maar meer mijn gedachten. En ik vind het heel erg leuk om te schrijven. Ik heb recent een kinderboekje gemaakt en een bloemlezing. Dus mooi het werk samengevat van anderen en daar wel een voorwoord bij geschreven. Maar ik vond het heel leuk, dus ik dacht dat wil ik wel meer gaan doen. En reis, iets over reis ligt voor de hand, omdat dat wel echt iets is wat echt een belangrijke rol speelt in mijn leven. Oké, en dan de laatste vraag. Wanneer komt Katja was hier in Breda dan? Katja was hier in Breda? Ja. Nu hier? Ja, ik hoef het alleen nog maar op te schrijven en het is zo. Want alle mooie plekjes die ben je zelf al aan het ontdekken met je nieuwe liefje, zoals je dat zelf zei, denk ik. Ja, nou ja, ik zei net al, wellicht is het volgende boek Katja blijft hier. En dan bedoel ik niet specifiek alleen maar in Breda, jongens, maar in Nederland. En dan zal ik Breda zeker niet laten liggen. Breda Nu. Je weet het meteen.